Hallo allemaal, goedemorgen en welkom terug. Het is vandaag tweede kerstdag, 26 december 2019. Mijn eerste kerstdag was dog shit, was echt dog shit. Mijn naam is Fidi Jood en ik ben een diehard fan, een echte fanboy. Van deze mevrouw, burgemeester Femke Halsema. Super Femke. De allerbeste en allerleukste burgemeester in de hele wijde wereld. Ik heb net in een vorige video dat uitgebreide diepte interview met het Parool een beetje op de hak genomen. Dat verscheen gisteren in het Parool. Ik heb echt medelijden met de burgemeester. Maar het bevestigde wel een hele hoop dingen die ik al in video's aan het zeggen was. Die arme vrouw die wordt geleefd, die heeft helemaal geen vrije tijd. En ligt er wakker van, dat, precies zoals ik had voorspeld. Nou, ik vind dat reuze zielig. Dus wij gaan vandaag verder met mijn epic kerstfilm reviews. En dit is opnieuw een film waar ik zeker van weet dat de burgemeester het een fantastisch leuke film vindt. Ik ben van mening dat als een film maar voldoende sneeuw bevat, dan is het een kerstfilm. En dit is niet zomaar een kerstfilm. Dit is, naar mijn bescheiden mening, de allerbeste kerstfilm die er is. Ja, dit is mijn favoriete film aller tijden. En de film heet The Last Winter. En wat is het? Het is een soort... Ja, god, hier staat horror mystery thriller. Je kunt daar ook drama nog aan toevoegen. Laten we een beetje kijken waar het over gaat. Er staat hier... The American Oil Company North Corporation... is building an ice road... to explore the remote Northern Arctic National Wildlife Refuge seeking oil. Ja, en dit is iets uit Bush's tijd. Toen baby Bush de president was van de Verenigde Staten. Een van de eerste beslissingen die hij nam was... Oké, we gaan boren in Alaska. En daar mag je nu olie en gas gaan winnen. En er waren natuurlijk heel veel mensen die denken dat de planeet wat langer mee moet. Niet zo tevreden over. Dit is de Wikipedia pagina. En hier staat het plot wat beter uitgelegd. Ik zal het wat groter maken, want het is echt een absolute superfilm. The American Oil Company Kick Corporation. Nee, het is niet Kick, het is North. Heet de corporatie, is building an ice road, bla 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 bla. En hoe werkt het een beetje? Het klopt inderdaad. We hebben een aantal oliewerkers, hebben we daar zitten. Mensen van de North Oliemaatschappij. En dan zitten er twee onafhankelijke environmentalists. En die moeten min of meer toestemming gaan geven. Kunnen we hier gaan boren? En wat is er daar gaande in Alaska? Nou... Het is te warm. Het is te warm. En als het te warm is, dan wordt het heel lastig om al die zware machinerie naar de juiste plek te rijden. De machinerie die je nodig hebt voor oliewinning. Ze gingen ervan uit, alles is daar stone cold bevroren. Dus wij kunnen gewoon met zware rupsbanden over die permafrost heen rijden. Maar dat kan helemaal niet, want het is niet koud genoeg, het is te warm. En wat is er gaande? Nou, die permafrost, die is aan het smelten, aan het ontdooien. En daardoor komen er gassen, dat ziet u hier ook in staan. Sour gas, natural gas containing hydrogen sulfide. Dat komt uit de grond. Nou ja. En dit is een van de vele rampenscenario's wat climate change betreft. Er zit een hele hoop
methaan en andere vormen van gassen in de oceaanbodem en in de permafrost. En op het moment dat het maar warmer en warmer wordt, of niet koud genoeg is, dan is er een kans dat dat op een gegeven moment loskomt. In deze film, wat er gebeurd is, langzaam maar zeker gaan alle leden van dit team in Alaska zich vreemder en vreemder gedragen. Het begint inderdaad met eentje die naakt dood in de sneeuw gevonden wordt, maar de rest gaat zich daarna ook vreemd gedragen. De leider van het team, gespeeld door Ron Perlman, Ed Pollack, die besluit dan van: jongens, we gaan evacueren. We smeren hem hier, want dit gaat niet goed. Dit hele team is aan het instorten. En zij worden dan geëvacueerd door een vliegtuig. Althans, dat is de bedoeling. Maar dat gaat helemaal mis. Dat vliegtuigje dat stort neer. En hun compound, hun wintercompound, hun barakken, die raken daar zwaar beschadigd. En dan hebben ze echt grote mensenproblemen. Hoe komen ze daar weg? Hoe krijgen ze hulp? Een van de environmentalisten gaat dan samen met die leidinggevende op zo'n sneeuwmobiel onderweg naar het eerste dichtstbijzijnde stadje om proberen om hulp voor ze te krijgen. En onderweg maken die twee ook nog zo de nodige ellende mee. Dit is een absoluut fenomenale film. We kunnen even kijken waar ze gefilmd hebben. Misschien dat we dat kunnen zien. Kunnen we dat ergens zien? Zo te zien kunnen we dat niet zien. Oh, hier. Shooting took place both in Iceland and in Alaska. En ja, die wildernis is absoluut prachtig. De acteerprestaties zijn fenomenaal. Het is een hele mooie, langzame thriller, is het. Ik heb de film voor het eerst, kort nadat hij uitkwam, gezien online. Ergens in 2007. En ik was meteen helemaal verkocht. De muziek in deze film is een soort creepy, prachtig mooie, langzame piano. Het is fenomenaal. Ik denk dat ik deze film al 100 keer heb gezien. En ik blijf hem gewoon kijken. Het is absoluut fantastisch. Ik heb hier wat fotootjes van de film. Die geven je een wat beter beeld. Moet je kijken. Prachtig, hè? Echt absoluut prachtig. Het is heel jammer. De film had, wat mij betreft, allerlei prijzen mogen winnen. Want het is echt afschuwelijk mooi. Zelfs het einde van de film, ik ga het einde niet verklappen, maar aan het einde, ik blijf gewoon zitten tot alle aftitels ook helemaal er doorheen zijn. Absoluut prachtig. Absoluut fantastisch. En ik stel voor dat we een beetje de regels gaan breken. En dan stiekem samen de trailer gaan kijken. Komt-ie aan. Ik zeg niks. Something
out there. There's time to drive us out of here. Whisper, listen. You see it? You see it? Do you even know what the fuck you're talking about? I need evidence. There's a corpse outside. That's evidence of something. Hey, I'm in charge here. Had it, I'm out of here. People need to know that you're close. It's like a force fighting back. Fantastisch, hè? Onvoorstelbaar fantastisch. Nou, je hoorde al even die pianomuziek. Ja, er zitten horror-elementen in. Maar dit is, naar mijn bescheiden mening, de beste film die ik ooit heb gezien. Ik kan deze film eindeloos kijken. En het is actueel natuurlijk. Dit is echt wat er gaande is. De film is uit 2006. Maar lieve mensen, dit is echt wat er aan het gebeuren is. Het vriest niet genoeg. Permafrost is aan het ontdooien en we weten niet wat eronder zit. We hebben vermoedens en het is allemaal niet goed voor onze gezondheid. Nou, we weten dat mevrouw Halsema ook een environmentalist is, net zoals ik. Burgemeester, ik zou zeggen, vergeet die apen van het Parool. En ga wel lekker wat ontspannen. Ga lekker de Last Winter kijken. Ik beloof u een absoluut fenomenale film die u nooit meer vergeet. En inderdaad leuk om met het hele gezin te kijken. Wij gaan hem vandaag kijken op een groot scherm met een goede speaker erbij. En dan gaan we het volume een klein beetje harder zetten, zodat we onze buren op gepaste wijze kunnen bedanken voor al dat boren op eerste kerstdag. Nou, dat was hem weer. Tot de volgende keer. The Last Winter uit 2006. Dat is een film die je echt moet gaan kijken. Het is niet alleen de leukste kerstfilm ooit. Het is de leukste film ooit. Tot de volgende keer.